Ik ben een aubergine stoofje aan het maken van dit recept. Met couscous, met amandelschaafsel en ik doe er dan nog vegan feta bij. Maar Max houdt helemaal niet van aubergine. Hé Max? Nee, maar die is wel goed verstopt hierin. Waarom vind je aubergine zo vies? Ik weet niet, ik vind de textuur niet lekker, ik vind de smaak niet lekker, ik vind het allemaal vies. Nou, eet smakelijk. Aubergine, mij niet gezien. Nee. Als je mij vraagt, Marije, waar word jij nou echt gelukkig van? Ja, dan is dat toch wel. Als alles precies zo je restjes in een bakje past en het er helemaal leuk en gezellig uitziet. Daar kan ik gewoon eerlijk over zijn. Daar schaam ik me niet voor. Nou, het brood moest op. De laatste kaas moest op. Vierkant kaas. De komkommer moest op. En daar heb ik dan nog even Max burgers bij gehaald. En we hadden ook nog aardappels over. Dus dat wordt friet patat. Ik weet niet wat het F-woord is, maar het is gewoon patat. Oké, check. Ja, ik ben het met je eens hoor, maar ik denk ik doe inclusief. Max is al even vergeten groenten te halen. Dus het is niet zo'n heel groenterijk recept. Gelukkig hebben we trouwens vanmiddag wel best wel wat groenten gegeten. Dus het is oké. Nou, dat ziet er gezellig uit. Het is wel de sneuste groenteportie in world history. Looks good, eh? Onze favoriete avondsnack in mijn favoriete beker. Gaan we dit snack noemen? Ja, oké, okay, dat is wel echt kut, hè? Snack, een heel raar woord voor chocolademelk. Ons verwenmomentje. Oh, gaat ons hashtag... Kunnen we terug naar snack? Ik wil terug naar snack. Ik mis snack nu al. Hashtag genietmomentje is dit. Snack. Jezus. Dan weten de mensen een minuut later nog steeds niet waar ik het nou over heb. Ik ook niet. Het is vegan slagroom met Alpro sojamelk, soja chocomelk. En, je zegt het ook in de goede volgorde. Het is inderdaad slagroom met chocomelk. En een klein scheutje kruidenbitter. Is slagroom, voor de smaak. Is slagroom een woord wat wel gewoon mag? Nee. Want nee, slagroom mag ik niet zeggen. Niks van slagroom impliceert zuivel, toch? Room? Ja, is room per se zuivel? Het gaat gewoon room, hè? Ja, misschien is room wel zuivel. Ja, ik denk niet dat slagroom mag. Volgens mij staat er ook op die fles niet slagroom. Betekent dat dus dat Romy Boomsma nooit vegan mag worden? Volgens de landbouwcommissie van de EU niet, nee. Snack, dus. Snack. Snack. Hoe kom je erbij? Ja, weet wie het ben niet. Je geworden? Mijn moeder. Sorry. Jouw moeder hoort dat jij chocolademelk uitmaakt voor snack, dan word je uit de erfenis geschreven. Zal ik nog even de slag aanpakken? Wordt er meer in slag af? Ja. Helemaal boos erover. Hier staat topping. Topping, ja precies. Ja. Slagroom mag ze niet zeggen. Dat is wat mijn vader tegen mijn moeder zegt als ze iets heel goed doet. Want hier staat dus op plantaardig alternatief voor Haha, nu pas! Mijn moeder heet Ingrid en mijn vader noemt er altijd Ing. Dat is even belangrijk. Topping. Ja, dat hoef je dan niet meer te zeggen, hè? Dat is dan wel duidelijk. Ja, ik denk dat je je volgers wel iets hoger mag hebben dan dit. Ja, maar ik moest dat gewoon even zeggen. En nu ben je ook een half uur voordat je doorgaat. Ja, ik wil het zeggen. Er staat dus plantaardig alternatief voor slagroom. Volgens mij mag dat dus binnenkort al niet eens meer. Want anders begrijpen we het allemaal niet, hè jongens. Nee. Hey, anders zijn we in de war. Dus dan moeten ze misschien erop zetten topping. Voor op de chocomel of zo als snack. Voor op je avondsnack. Iedereen chips met slagroom eet allemaal in de war. Ik dacht dat het guacamole was. Guacamole. Oh. Nee, dat is niet voor katten. Ik ben benieuwd of mensen die deze video kijken ook avondrituelen of zeg maar een bepaalde avondplanning hebben of zo. Want vroeger bij mij hadden wij altijd om was het 7:30 of 8:00 hadden we of 8:30
hadden we een theemoment. En mijn vader dronk dan nog koffie. Maar altijd thee met één koekje. Niet meer natuurlijk. Eén koekje. En dat was gewoon hoe het was. Dan hadden we gegeten om 5 uur natuurlijk. En dan om 8 uur hadden we een theemoment. Hadden jullie dat ook? Jij bent echt opgegroeid in een sitcom. Maar had jij dat ook? Ik heb tussen mijn 11e en mijn 20e mijn ouders 3 keer gezien of zo. Nou, zeg Max. Doe je ouders echt een Ik was gewoon wel een sleutelkind, zoals het hoort. Sleutelkind? Ja. Wat is een sleutelkind? Het feit dat jij die term niet kent, ik ga het je ook niet uitleggen, want jouw volgers zullen het je wel uitleggen hieronder. Ja, dan moet ik nog een week wachten. Dit is Marije, die komt uit een gezellig warm gezin. Ja. Sleutelkinderen unite. Oh, boter komt en die gaat nu mijn camera omver. Hey. Gewoon daar zitten. Hé, bolle vetklep. Hey, dikzak. Hey. Hey, knappe vent. Het is hier helemaal gezellig. Oh, een monnetje. Kijk nou, ze denken dat we echte slagroom hebben. Dus daarom is het hier zo interessant en zo'n hangjeugd op zoek naar slagroom. Kijk nou hoe knap deze kat is. Dit is toch ongekend. Oh, Bowie is inderdaad mooi te wezen. Iedereen vindt Bowie altijd de mooiste kat op aarde. Wij zijn gewoon verliefd op boter. Iedereen vindt Bowie altijd mooi. Maar kijk hem nou. Kijk hem nou. Ja, je bent ook knap, Bowie. Bowie is inderdaad een beetje perfect te wezen. En wij zien. De duurzame tip van de dag is trouwens om de kontjes van je bosui en ook van je prei, om die te bewaren en weer in een glaasje met water te zetten. Dan heb je namelijk oneindig prei en bosui. Zie hier mijn prei. Ik denk trouwens dat veel van jullie deze tip al wel kennen, maar doesn't hurt to say it again. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Oh.